Dit zijn Ridwan en Sitian. Twee stadse jongens zonder enige kennis van het platteland. Ze gaan op pad om historische boerderijen in Zeeland te verkennen. Geen standaard agrarische bedrijven, maar nieuwe bestemmingen, zodat de oude schuren konden blijven staan. Het ziet er toch naar uit als een boerderij, of niet? Wat voor nummer moesten we ook alweer zetten? Zetje krijg. Huh? Ja, hier is het. Hey, Sid. Yo. Wat de hel is een lamshoorn? Ik weet niet. Eten. Wat? Eten. Kan ik er langs? U kan er langs, mevrouw. Oké, okay, vandaag kijken we binnen bij Hof Welgelegen. Een stadsboerderij in Brichtamme, een buurtschap in Middelburg. De boerderij stamt uit 1622 en was destijds een klein gemengd bedrijf. Eind vorige eeuw werd de agrarische bestemming veranderd in een woonbestemming. Maar in 2007 gingen de huidige bewoners terug naar de oorsprong en maakten van Hof Welgelegen weer een boerenbedrijf. Volledig biologisch en met een heuse winkel met eigen producten. Vers van het land. Ook is er een restaurant en worden hier kookworkshops gegeven. Op het land wordt gewerkt door mensen van de aanwezige zorgboerderij. Zet in. Art, hallo. Ja, we komen even langs. Toen ik hier binnenkwam leek het alsof ik in de middeleeuwen terecht kwam. Maar, 1622. Precies, ja. We hebben hier een groentewinkel. Als jullie even een doosje courgettes van het land willen halen. Is goed, gaan we gelijk doen. Ja? Dus dit wordt bloemkool en boerenkool en spitskool. Maar we gingen courgetten halen. Heb je een idee hoe ze eruit zien of waar ze kunnen groeien? Een courgette is volgens mij... Je hebt twee verschillende. Een courgette en een... Wat? Je hebt een courgette en dan heb je ook nog een... Een courgette is paars volgens mij. Nee, die is groen. Maar dan heb je ook nog een paarse. Paarse? Dat is een... Dat is geen courgette. Nee, een courgette is groen. Ja. En die paarse, dat is een aubergine. Klopt. Juist, ja, helemaal goed. Ja. Lust je courgette? Ik weet het niet. Die kleine kun je heel lekker eten. Zeker weten. Courgette zit niet heel veel smaak aan. Nee, dat is altijd bij courgette. Dat is niet heel lekker eigenlijk. Ik vind hem wel lekker. Zo. Oh mijn god. Ja jongen, mijn witte rand is niet meer wit hierna, vriend. Art, is dit de goeie? Die is heel mooi. Redwan, ja. Vangen. Hoppa. Hey, maar die nasmaak is wel vies, ouwe. Hey, dit is geen brand... Nee, dit is echt een brandeten. Hier is een aardappelplankje, jongens. Maar hoe kan je dan zien wanneer een aardappel rijp is? Als het loof dood is. Die worden in maart geplant. Ja? Maar we zaaien geen aardappels. Er gaat één aardappel in de grond en dan komen er 10 aan. Ja, ik heb nog nooit van aardappels gehouden, alleen in de frituur. Of in de pan of zo, weet je wel. Of in een zak. Chips lust je wel. Of in een zak. Ja, precies, maar ik zou het nooit zo eten. Hoeveel kost nou zo'n zaadje bijvoorbeeld voor een courgette of zo? Ja, een dubbeltje voor een plantje? Ja, niet veel hoor. Zaad is niet zo duur. Dus eigenlijk maak je hartstikke veel winst, als ik het goed begrijp. Als je het goed bent, ja. Wat brengt een courgette op? Een euro, denk ik. Ja. Denk ik. Je moet de grond hebben. Je moet de courgette planten. Je moet hem eerst het zaadje opkweken tot plantje. Moet je buiten neerzetten. Iedere week verzorgen. Word je daar nou ook echt, weet je wel, gewoon rijk van of niet? Van, je moet er heel hard voor werken. Maar je wordt van boer worden word je niet echt heel rijk, nee. Maar je hebt het goed, neem ik aan. Ja. Toch? En het is leuk. Je ziet wat uit de grond komen. Leuk. Wat is nou rijk? wat is rijk? Heel veel geld hebben. Of... Ja, ja. Godverdomme. En dit eten jullie letterlijk op, hè? Ja. Je eet ons groentafel op. Als er nou een courgette is die gebroken is, of die rot is, of kapot is, dan doen we die allemaal in kistjes. Dus deze zijn eigenlijk gewoon, hun weten al, ik ga dood, zeg maar. Ja, maar dat is met alle dieren die je opeet. Hoeveel eieren legt een kip? Weet je dat? Ik denk per dag wel een paar, twee of zo. Ja. Ik weet niet, ik ga ook één keer per dag naar de wc, dus ik weet niet of het hetzelfde wordt. Ik heb nog nooit een kip aangeraakt. Dat is de eerste keer in heel mijn leven. Ja. Oké, ik ga jou pakken. Ik ga met je gewoon. Shit, fuck! Nee, pak door! Rustig! Zo we even eitjes rapen? Is goed. Voor in de winkel. Kan je ze gewoon zien liggen, zeg maar. Hey, move your ass.
Zou je hier wel kunnen wonen dan? Hier zo? Ja, hier. Ja, zou wel kunnen, man. Jawel. Ze kan hier alleen wonen. Één nadeel is al die boeren dingen en weet je wel, al die. Het is niks voor mij, maar het leventje zou ik wel kunnen leiden.